De regiocommandant van Paramaribo en andere actoren, de inlichtingendienst, de veiligheidsactoren, de brandweer, hebben vanaf vooruitlopend na de drukke periode de interventies gepleegd. En natuurlijk heel goed voorbereid een strategisch plan van aanpak waarbij politiefunctionarissen en ook andere veiligheidsdiensten ook opvallend, onopvallend, surveillance hebben opgevoerd, maar ook te midden van de drukte bezig waren in de binnenstad, maar ook buiten Paramaribo. Preventief heeft de politie opgetreden, maar ook repressief. De drukke periode was voor de deur, dus de politie heeft moeten optreden. Er zijn ook tal van aanhoudingen geweest, vers in gedachten, een verdachte met een vuurwapen aangehouden, vechtpartijen. Mensen zijn overgebracht naar het politiebureau die de openbare orde en veiligheid rust ernstig verstoorden. Maar ook mensen die bezig waren met schulden hebben gemaakt aan mishandeling, openlijke geweldpleging. Er is ook een verdachte die een gouden ketting, een sieraad van een politiefunctionaris, die gedrag heeft, een politiefunctionaris. Trouwens, hij heeft het gedaan, maar alleen is het hem niet gelukt om met dat goed verder te gaan, omdat hij ook een schot heeft moeten incasseren, een beetje ruw gezegd. Dus de politie heeft opgetreden, hier en daar aanhoudingen verricht, preventief, repressief opgetreden. Het was een drukte, het was een uitdaging, maar dankzij de samenwerking met het Nationaal Leger en andere actoren is het toch gelukt om toch de veiligheid wederom te garanderen. Zal de politie dit voortzetten om het op deze manier te doen? Zeer zeker, er komt zeker een evaluatie. Ik moet aangeven dat de commissie of de mensen die belast zijn, of de kopstukken die belast zijn met de veiligheid, of belast zijn geweest met de veiligheid, de commissie is nog niet ontbonden. Ja, er komt zeker nog een evaluatie. En natuurlijk aanbevelingen. Wat kan beter? Wat behoeft een verandering? Waar zal de politie verder op moeten borduren? Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En als aanbeveling gaan we zeker meegeven, natuurlijk de spreker ook, maar ook, ik denk ook de andere actoren. Misschien ben ik een beetje voorbaar dat deze handelingen, de manier van aanpak, zeker continuïteit behoeft. Als we praten over het gedeelte van verkeerscriminaliteit, hoe is dat, dat geweest? Nou, hier en daar, er zijn toch gevallen geweest waarbij er sprake is geweest van aanzienlijke materiële schade. Ik heb twee gevallen voor de neus hier, waarbij er toch twee slachtoffers zijn geweest. Die zijn opgenomen als medisch zijn behandeld, of medisch behandeld zijn geworden. Wat hun status quo nu is, moet ik even nadrukken. Maar zelf ook in het verkeer heeft de politie moeten optreden. Ik heb een overzicht hier dat in die periode, dat wil zeggen vanaf 24 december tot 30 oudjaar, op nieuwjaar 1431. Dus 1431 voertuigen zijn gecontroleerd. Er zijn 83 personen geverbaliseerd. Ja, 119 voertuigen zijn doorzocht. Er zijn rijden zonder rijbewijs. Hebben we ook kunnen constateren. Voertuigen zijn niet verzekerd. Dat zijn allemaal zaken die in Paramaribo zijn gekomen. Maar ook buiten Paramaribo in de districten zijn er ook personen beboet. Personen zijn op de bon geslagen. En zijn er ook mensen die rijden zonder gebruik te maken van een gordel, maar ook mensen die onder invloed, althans het vermoeden sterk bestond dat ze te diep in hun glaasje hebben gekeken. Dus de man kies van boete ook toe en natuurlijk aan procedure kon op gang.